Welkom bij Q&A, het nieuwsprogramma van NVS. Met vandaag, Lont wil geen homo's in de ChristenUnie, Velds moet miljoenen schadevergoeding betalen, transseksuele priester mag blijven, Rotterdamse Gay Palace moet sluiten en protest tegen Dumbledore die homo is. ChristenUnie-politica Yvette Lont heeft gezegd dat homoseksuele partijgenoten geen politieke functie binnen de partij meer mogen krijgen. Dit zou in strijd zijn met de Bijbel. Ze zal hierover een motie indienen. Inmiddels heeft de VVD-fractie in Amsterdam-Zuidoost bekendgemaakt aangifte te zullen doen tegen Lont wegens discriminatie. Als haar actie succes heeft, zou, volgens de VVD, de ChristenUnie hetzelfde lot moeten treffen als de SGP. Bij deze partij is namelijk de staatstoelage ontnomen vanwege vrouwendiscriminatie. De ChristenUnie zelf heeft nog geen uitspraken gedaan over het standpunt van Lont. De Amerikaanse Westboro Church van de beruchte homohater Fred Phelps moet 7,5 miljoen euro schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van een Amerikaanse militair. Leden van de kerk hadden de begrafenis verstoord omdat de soldaat homoseksueel zou zijn. Een jury oordeelde woensdag dat de kerk de privacy van de familie heeft verstoord en de nabestaanden emotionele stress heeft toegebracht. De Westboro Church heeft de afgelopen 2 jaar al zo'n 300 uitvaarten van militairen verstoord. Het is de eerste keer dat de kerk daarvoor wordt veroordeeld. Kerkleider dominee Fred Phelps voert al jaren een kruistocht tegen homoseksualiteit. Deze week heeft de commissie onder leiding van Ella Kalsbeek het kabinet 2 opties voor lesbische ouderparen gepresenteerd. Erkenning van het kind door de tweede moeder en het verkrijgen van het ouderschap van rechtswegen. De commissie Kalsbeek was ingesteld om te onderzoeken of het lesbisch ouderschap gemakkelijker geregeld kan worden. Frank van Dalen hoopt dat het kabinet snel zal besluiten dat wanneer een kind wordt geboren binnen het huwelijk van een lesbisch echtpaar, het ouderschap van rechtswegen wordt verkregen. Zo is het namelijk ook bij getrouwde hetero-stellen geregeld. De commissie Kalsbeek zou ook tevreden zijn met erkenning voor getrouwde lesbische paren, maar het COC wil meer. In het Californische San Francisco is besloten dat een transseksuele priester zijn werk mag blijven doen. Dit heeft de rechtbank van de United Methodist Church bepaald. Het gaat om Drew Phoenix, die al 5 jaar werkzaam als priester was voor zijn geslachtsveranderende operatie onderging. In het voorjaar van 2007 werd Drew als het ware opnieuw benoemd als priester voor diezelfde kerk. Hoewel er duidelijke regels zijn voor homo's en lesbiennes, zijn die er niet voor transseksuelen. Een groep conservatieve geestelijken ging dan ook tegen de benoeming in. Hierop volgend heeft de rechtbank van de kerk geoordeeld dat het benoemen van Drew geheel volgens de regels van de kerk is gegaan. Gay Palace in Rotterdam moet dicht. Dat heeft burgemeester Opstelten besloten. Hij heeft de homo-uitgaansgelegenheid een exploitatievergunning geweigerd, omdat bleek dat de exploitant met de vergunning financieel voordeel uit gepleegde strafbare feiten probeerde te halen. Opstelten had Gay Palace wel eerder wel een voorlopige vergunning verleend, zodat de discotheek open bleef. Die vergunning is nu komen te vervallen. Eigenaar John Stroes heeft aan website gay.nl laten weten een kort geding aan te spannen tegen de gemeente. Volgens hem gaat het om fouten van vorige eigenaren. Ook is hij op zoek naar een tijdelijke vervangende locatie. Inmiddels is er vanuit de bezoekers een online actie gestart om de discotheek weer open te krijgen. Je steun betuigen kan op gaypalace-weer-open.hives.nl. De Amerikaanse presidentskandidaat Barack Obama blijft op zijn weg vele vragen tegenkomen over zijn standpunten tegenover holebierechten en het homohuwelijk. In zijn 2 openbare verschijningen deze week verkondigde hij dat hij nog steeds tegen het homohuwelijk is. Hij verkiest een geregistreerd partnerschap. Zijn standpunt is niet anders dan dat van de meeste andere kandidaten, alleen komt hij meer in opspraak door zijn samenwerking met bekende homofoben. Obama zei dat hij erin gelooft dat homo's en lesbiennes dezelfde rechten moeten hebben als gehuwde heterokoppels, maar hun relatie mag niet door een huwelijk worden erkend. Obama en Hillary Clinton staan op gelijke hoogte volgens de opiniepeilingen. Van de Republikeinse kandidaat is er geen enkele die achter het homohuwelijk staat. De Amerikaanse verkiezingen zijn op 4 november 2008. Amerikaanse onderzoekers kunnen ervoor zorgen dat vrouwtjeswormen zich aangetrokken voelen tot andere vrouwtjes door geslachtschromosomen in de hersenen uit te schakelen. Dat schrijft Elsevier deze week. Het geslacht van een draadworm wordt, net als bij mensen, bepaald door de chromosomen in het DNA. Wetenschappers van het Brain Institute aan de Amerikaanse University of Utah schakelden de geslachtschromosomen in de hersenen van draadwormvrouwtjes uit. Daardoor hadden de wormen het lichaam van een vrouw, maar de seksuele voorkeur van een mannetjesworm. Volgens de onderzoekers bewijst het experiment dat seksueel gedrag vast ligt in de genen en in het bijzonder in de hersenen.
In 2005 deden de onderzoekers een vergelijkbaar onderzoek met fruitvliegjes. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat Britse homo's 3 keer meer drugs gebruiken dan hetero's. De resultaten zorgden meteen voor een homogezondheidscampagne. 37% van de homo- en biseksuele Britse mannen nam het afgelopen jaar wel eens drugs. Bij de hetero's was dat slechts 11%. Omdat de cijfers bezorgdheid opwekken, start men een nieuwe campagne die zich specifiek richt op homo's en biseksuele mannen. Onder de Britse homo's is alcohol de populairste drugs, gevolgd door poppers, marihuana, ecstasy, Viagra en cocaïne. Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van drugs en alcohol gelinkt kan worden aan een groter risico op onveilige seks. 2 weken geleden is Harry Potter karakter Professor Dumbledore, perkamentus in het Nederlands, uit de kast getrokken door schrijfster J.K. Rowling. De homo-beweging wereldwijd was blij, maar uiteraard zijn er nu ook conservatieve groepen die de boeken in de ban willen doen. Een van deze groeperingen wil zelfs zo ver gaan de boekenserie in de Verenigde Staten helemaal te verbieden. Harry Potter was in de christelijke kringen al in opspraak, omdat het met de tovenarij duivelsverering zou verheerlijken. Gay Swim Amsterdam is de winnaar geworden van de Nederlandse Gay Club Kampioenschappen op zaterdag 27 oktober in Eindhoven. Bij de wedstrijden stond niet de individuele prestaties van de zwemmers centraal, maar de prestaties van de zwemclub als geheel. In totaal deden 10 homo-zwemverenigingen uit heel Nederland mee. Een van de redenen dat GSA als winnaar uit de bus kwam, had te maken met het grote aantal deelnemers. Het was voor de eerste keer dat de Nederlandse Gay Club Kampioenschappen gehouden werden. De bedoeling is om ze over 2 jaar weer te organiseren. En dan nu de agenda. Dit weekend is er nog volop Leather Pride, dus kijk op www.leatherpride.nl voor de gehele agenda. Op woensdag 7 november draait Mysterious Skin in Pathé de Munt. De film gaat over 2 jongens, één geobsedeerd door ruimtewezens, de ander een onbenaderbare mooie jongen, die beide te maken hebben gehad met seksuele intimidatie in hun jeugd en als adolescent samen proberen uit te vinden wat voor invloed dit op hen heeft gehad. Filmmaker Greg Araki ken je misschien van de HIV-roadmovie The Living End, Totally Fucked Up of Doom Generation. De film begint om 9 uur en vooraf kun je naar de BIHP op de Keizersgracht voor een speciaal filmdiner. Zaterdag 10 november staat Mika in de Heineken Music Hall. Zijn stem kan 4 octaven bereiken en zijn muziek lijkt op een kruising tussen Sister Sisters en Queen. Over zijn seksualiteit doet hij nog steeds geen uitspraken. In korte tijd scoorde hij 2 grote hits, Grace Kelly en Relax, Take It Easy. Mika stond eerder dit jaar op Lowlands en keert op zondag 11 november terug in het uitverkochte HMH. Ook Rufus Wainwright komt naar de Heineken Music Hall en wel op 20 november. Zijn nieuwste album Release the Stars werd mede geproduceerd door Neil Tennant van de Pet Shop Boys. Veel feesten in november, onder andere Reflex op vrijdag de 16e in Escape met de Gay Bar Experience Insatiable. En dat weekend is het ook het grote Rapido weekend met Warehouse op zaterdag en natuurlijk Rapido in Paradiso op zondag. Kijk op www.clubrapido.com voor meer informatie. En natuurlijk elke woensdag Fucking Pop Queers in Studio 80 met de beste pop. Vanaf 11 uur. Voor meer tips kijk op www.mvs.nl. Dit was Q&A, tot de volgende keer.